Goedendag, geachte trouwe luisteraars en van lotje getikt bij deze nieuwe aflevering van Radio. Het programma waar de honden brood in zien en geen pap van kunnen zeggen. In deze uitzending zijn we van plan te gaan belichten die tegenstelling der tegenstellingen. Die onoverbrugbare brug over de kloof der enorme verschillen tussen links en rechts. Vanzelfsprekend hebben wij ook om dit gebied te bestrijken weer een deskundige van stal gehaald. Ditmaal een heuse antifenomenoloog, gespecialiseerd in de ervaring van het richtingsgevoel. Aanwezig hier in de studio en luisterende naar de naam Grijn van der Stand. Welkom. En ik mocht Grijn zeggen, nietwaar? Zolang je me maar tutoieert, dank je. Dat zal geen problemen opleveren. Zeg, vertel eens Grijn, hoe is er zo'n afstand gekomen tussen de begrippen links en rechts? Wat zijn links en rechts eigenlijk? Nou, ten eerste, dat is zo gegroeid. En ten tweede, dat hangt ervan af. Dat is nog eens klare taal. Kun je hierover een weinig uitweiden? Ja hoor. Doe maar dan. Goed. Nou ja, links en rechts. Wat is dat nou allemaal precies? Om dit te kunnen begrijpen, kunnen we vermoedelijk het beste beginnen bij de geboorte. Die geschiet doorgaans nog min of meer in het midden, hè? Maar al gauw worden we dan geconfronteerd met het feit dat we geen kant op kunnen. Terwijl we ons langzaamaan bewust worden van ons omringende ledematen ter linker en ter rechterzijde. We zien dan dus reeds een conflict tussen de onbewegelijke richtingloosheid aan de ene kant en de tweeledige diversiteit van onder meer het linkerbeen aan de ene kant en het rechterbeen aan de andere kant. Aan de andere kant. Waarop we ons later, op die andere kant dus, maar dat weten we in die fase nog niet, zowel naar links als naar rechts kunnen bewegen, afhankelijk van welk beentje we het beste voorzetten, om het zo maar te zeggen. En dan zijn er onze oren. Waarvan wij mensen, luisteraars, door de bank genomen ook een linker en een rechter exemplaar hebben, is het niet Grijn? Dat is correct. En de ironie wil dat ons evenwichtsgevoel zich ook daar ergens bevindt. Vandaar dat we de hele tijd zo aan het zwalken zijn. Want bij de meeste mensen is één der oren groter, en dat kan een klein verschil zijn, dan het ander. Dit bepaalt ook onze eventuele rechts, dan wel linkshandigheid of benigheid. En door welk neusgat we het beste ademen. Met welk oog we knipogen als we willen knipogen. Of we links dan wel rechtsdragend zijn. En ook welke hersenhelft de dominante wordt. En zo komen we dan al vlug terecht bij onze politieke voorkeur. Kijk, nu wordt het interessant. Onze politieke voorkeur zit hem dus eigenlijk in de grootte van onze oren? Nee, in welk van onze oren het grootst is dus. Een verschil van dag en nacht. Of links en rechts. Akkoord. Maar hoe uitzicht die voorkeur dan uiteindelijk? Nou, dat is nu net het grappige. Onderzoek wijst uit dat links en rechts ontzettend op elkaar lijken. Dat wordt overigens leuk geïllustreerd door onze handen. Zo hebben zowel de linker als de rechterhand vier vingers en een duim en een palm en een muis. Er zit alleen bij de een het een en ander aan de andere kant ten opzichte van de ander. Dus welke je uiteindelijk kiest voor de handigheid, ja, dat hangt dus van je ene oor af. Dat is duidelijk, dank je Grijn. Maar hoe zit dat nu met de politieke voorkeur? Kunnen we er dan van uitgaan dat de politieke verschillen tussen links en rechts eveneens te verwaarlozen zijn? Wacht even. Ik heb niet gezegd dat verschillen, hoe subtiel ook, te verwaarlozen zijn. Maar nu je daarover begint, ja, die verschillen zijn eigenlijk, zeker vergeleken met de overeenkomsten, puur cosmetisch te noemen. Kun je één zo'n verschil benoemen? Ja hoor. Doe maar dan. Tja. Nou,
Bijvoorbeeld, grof gezegd, rechtsgeoriënteerden, bij wie het linkeroor het grootst is, zeggen geweld te verafschuwen en bevorderen staatsgeweld, waarbij zo'n beetje het ganse volk aan zijn lot wordt overgeladen. Daarom wordt het linker ook wel het autoritaire oor genoemd. En linksgeoriënteerden, bij wie het rechteroor het grootst is, zeggen geweld te verafschuwen en bevorderen anti-autoritair geweld, waarbij zo'n beetje het ganse volk tot autoriteit wordt veroordeeld. Het rechteroor heet daarom ook wel het rechteroor. Deze verschillen zijn dus in die zin slechts cosmetisch, dat het er in de praktijk op neerkomt dat men zich zowel aan de linker als aan de rechterkant in de linker dan wel rechtervoet schiet, of allebei. Het leger speelt hierop in en marcheert van links, rechts, links, rechts, links, rechts. En op het slagveld komen we er dan uiteindelijk achter dat we terug de baarmoeder in willen, terug naar de geborgenheid. En op dat moment komen we tot de conclusie dat we maar het beste geen kant kiezen en onbewogen in een gapend gat kunnen vertoeven. Een gat dat ons geen keuze laat en dat iedere stem, hoe dan ook, verloren gaat. Zeg, ben je hier een politiek advies aan het geven? Integendeel. Tja, maar hoe zit het dan, Grijn, met de partijen in het politieke centrum? Ofwel bestaat dat centrum niet, ofwel verkeren zulke partijen in een spagaat en zijn ze reddeloos verloren. Er is in dat opzicht dus alleen maar links en rechts? Jawel, cosmetisch gezien wel. En anders gezien? Niet. Maar is er dan ook een verschil tussen het linker en het rechter been? Wederom een subtiel verschil. De fysieke motoriek is echter niet geheel te vergelijken met de geestelijke. Men loopt op twee benen, maar men hinkt op twee gedachten. Ja, nu er toch in het geheel niets meer van te volgen is, Grijn, je bent niet helemaal goed bij je hoofd, hè? Niet helemaal. Aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Is dat de linker of de rechterkant? Welke precies? De andere kant. Zeg, ben je me nu van smerige praktijken aan het beschuldigen? Dat hangt kennelijk helemaal af van welke kant je dat bekijkt. Van de jouwe. In dat geval zeker. Ik zou het op prijs stellen als je mijn geval hier buiten liet. Graag. Dank je. Graag gedaan. Goed, jij ook bedankt, Grijn, voor deze tendentieuze bijdrage. En u, goede luisteraars, dank ik voor het inschakelen. Wij begroeten u weer bij de volgende keer in een nieuwe uitzending van Radio.